Hey, goedemorgen. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Eva en eigenlijk wou ik jullie vandaag meenemen naar de sportschool. Want dat was de planning om daarheen te gaan. Tas zie je ook klaarstaan, maar die blijft lekker staan. Ik ga lekker naar buiten, want het is veel te mooi weer. En voor de dames onder ons, vergeet niet voordat je gaat sporten, je schmink, zoals de Belgen zeggen, eraf te halen. Dus de foundation en al dat soort zaken. Je huid is niet voor niets een van je grootste organen. Moet zo vrij mogelijk kunnen ademen. En zeker als je gaat sporten, dan wordt dat extra allemaal vervangen en ververst. En extra door bloed. En als dat dan wordt afgedekt door lage make-up, is dat niet zo heel handig. Ik heb nog eventjes een tip of advies, is misschien meer dat als je buiten adem bent, als je aan het sporten bent, om dan nog steeds vanuit je buik te blijven ademen. Ik hoop dat het een beetje verstaan is met de wind. Dus buikademhaling zoveel mogelijk. Probeer daarop te letten, ook om tegen je buikspieren. Hey, waar ik het vandaag met jullie even wel over hebben, is natuurlijk sporten en bewegen. Ik heb nu 7 kilometer op zitten met de fiets. Maar het is niet echt de meest bijster interessante route, dus laat ik niet alles gaan filmen. Gewoon tussen de eilanden hier zo. Het is ontzettend mooi hoor, daar niet van. Maar de keuze was het bos of dit. En ik dacht, vanwege de tijdsverandering, denk ik dat het in het bos echt heel druk is. En omdat ik echt eventjes wat meters wou maken. Een beetje snelheid is dan natuurlijk niet zo handig om dat in een druk bos te gaan lopen doen. Woordspeling. Ga bewegen. Ik merk dat ik deze week even wat minder heb gedaan. Dat kan je dan toch voelen. Goed, het is wel mooi. Ze hebben hier een heel natuurgebied aangelegd, teruggegeven aan de natuur. Het was allemaal weilanden, liep koeien rond. Eigenlijk vandaag niet zo heel veel boeiend te melden. Het enige wat ik zeg is een gezond lijf en een gezonde geest. En daar kom je het verst, denk ik. En hoe krijg je dat? Ja, door goed te drinken, genoeg te slapen, gezond te eten. En met gezond eten doe ik natuurlijk vegan. En natuurlijk sporten. Waar ik in de sportschool natuurlijk voor een high intensity workout zou zijn gegaan. Ik doe nu natuurlijk voor een, het is niet helemaal low, maar een medium tot low workout. Behalve fietsen, dat is natuurlijk een redelijk stevig tempo. Dus ja, dat is echt wel medium. Je moet lopen. Niet het lager. Komt ook natuurlijk omdat ik geen kilometers aan het lopen ben. Ik denk dat ik een kilometer, anderhalf of zoiets is. Dan klinkt zo wil ik op mijn fiets. En ik denk dat het totaal dan aan een kilometertje of 20 gaat komen vandaag. En dan ga ik weer doorleren. Dus voor degene die wil ruilen. Maar ruilen komt huilen, zeg. Dus ik ga gewoon weer verder leren. We gaan ervoor. Met dit soort weer moet dat wel redelijk lukken. Alhoewel nou precies net mijn zonnetje weg is. Dat is dan weer een beetje jammer. Maar goed, we kunnen niet alles hebben. Hey, ik wens je een hele fijne dag verder.